Het Fries Scheepvaartmuseum heeft een tinnen koffiekan in bruikleen gekregen. Het is een kan met een verhaal. Letterlijk, want op de kan zijn diverse inscripties aangebracht. Daaruit blijkt dat deze kan te maken heeft met een drama dat in 1877 plaatsvond op de Fluessen. We hebben hier een kan met een verhaal. Het is een tinnen koffiekan met heel veel inscripties daarop. En hij is in 1877 aangeboden door de overlevenden van een scheepsramp met een stoomboot zoals deze. De Willem III op de Fluessen was dat. En het was een vliegende storm die middag dat het schip vertrok uit Sneek. Ze moesten in Heeg, het Heegermeer op en de Fluessen. En dat ging niet goed, want de ramen in het schip die werden door de golfslag braken die en daardoor kwam er heel veel water in het schip te staan. En het schip is uiteindelijk gezonken in het zicht van de haven op het Feitenzoom bij Koudum. En ze hadden hoop dat er nog redding zou komen, maar die kwam niet. Dus ze hebben de hele nacht, 17 uur, zitten te worstelen in het koude water tot hun middel in het water. 14 mensen zijn er bij verdronken en 29 hebben de ramp overleefd. Zij hebben als dank deze koffiekan aangeboden aan de herbergier van de Galamadammen. Die heeft ze namelijk daarna opgevangen met koffie en warmte. Daar waren ze zo dankbaar voor dat zij deze koffiekan hebben gegeven. En 135 jaar is deze kan in de familie gebleven. En hij is nu in bruikleen gegeven door de nazaten aan ons scheepvaartmuseum. En daarmee kunnen wij dat verhaal van de ramp, een verschrikkelijke ramp op de Fluessen, vertellen.